Een indrukwekkend eerbetoon aan Anthony, Elvis en Levi in de Berenkuil in Eindhoven. Daar is door de oom van Elvis een graffiti-tekening gemaakt. De vier tieners van 15 en 16 jaar oud kregen zaterdagnacht een auto-ongeluk. Drie van hem kwamen daarbij om het leven. Kane, de vierde jongen die in de auto zat, overleefde het ongeluk en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Op de tekening is het gezicht van Elvis te zien, een van de omgekomen tieners. Op het shirt staan de namen van de andere jongens die in de auto zaten.